Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb dit filmpje een paar dagen geleden opgenomen en bij het bewerken kom ik erachter dat er helemaal geen geluid bij zat. Dus ik doe nu achteraf inspreken van wat ik toen gezegd heb of denk gezegd te hebben. Het gaat in ieder geval over, ik heb hier een IBT2, een H-bridge, feitelijk een versterker, die ik aangesloten wilde hebben voor de aansturing van mijn treinen. Op mijn werkbank gebruik ik daar dit motorshield voor, samen met een Arduino. Die werd eerst gevoed door een flinke voeding. Ik geloof dat ik die nu bij ga pakken. Ja, deze voeding. 18 volt, 6,7 watt. Nee, 6,7 ampère. En ik ben omgeswitcht naar een kleine voeding van 18 volt. Die ik hier gewoon op mijn werkbank gebruik. Nou, dit is geen echte Arduino. Dit is een Orange Pi. Doet hetzelfde. Deze heeft een belasting van 2 watt. Nou, daar zat dus die flinke voeding van, of 2 watt, 2 ampère. Daar zat dus die flinke voeding aan vast van 6 ampère. De Arduino in dit geval genereert het signaal en geeft dat door een motorschild. Het motorschild krijgt de signalen door die draadjes die ik hier nu aanwijs en versterkt dat. Zet dat vervolgens op de plug die ik hier, nee, die andere, die ja, op die plug. Eén kanaal is voor het programmeren, het andere kanaal is om te rijden. Nou, die plug die past op een paar andere pluggen die ik hier heb liggen, die ik dan weer aansluit op mijn rail. Kijk, daar komen de pluggen al aan. Deze hier, kijk, nou, die kan ik hier mooi aansluiten en dan heb ik mijn twee sporen los en die kan ik dan weer. Daar zit nog even een restje van iets anders aan, van een ander experiment, maar die kan ik dus op mijn rollenbank aansluiten. En zo kan ik wisselen tussen programmeerspoor of rijspoor en kan ik alles gaan testen. Dat is mijn huidige opzet. En die werkt prima. Alleen niet echt om een grote baan aan te sturen. Nou, ik heb hier waarschijnlijk nog een heel verhaal gehouden. En ik weet niet meer wat ik nu aan het zeggen ben. Dat is het leuke van achteraf inspreken. Ik zou zeggen, kom op jongen, weg met dat ding. Ik ben in de tussentijd bezig geweest met mijn nieuwe opzet. Ja, ik moet het natuurlijk wel aansluiten. Ik heb dit straks nog nodig. Mijn nieuwe opzet is wat ik daar onderin heb liggen. Oh, hey, kijk, hier is mijn adapter nog. 2 ampère past mooi bij de 2 ampère van mijn motorschild. Goed, wat ik van het oude, de oude versterker over heb gehouden, is in ieder geval dat koelblok. En dat was het enige nuttige wat er nog op zat. En ik had deze helemaal in elkaar gezet. Dit is de Arduino met de programmatuur erop, die ik niet ga gebruiken. En het schild heb ik zelf in elkaar gezet. Alleen ja, dat heeft nu een aansluiting. Ja, andersom. Dat heeft nu een aansluiting voor de oude H-bridge. De oude versterker waar ik niks aan heb. Dus die moet ik om gaan bouwen. Ik ben heel lang aan het kloten geweest vanwege die transistor. Daar zat de verkeerde soort op. Ik geloof dat ik daar even een papiertje pak. Met wat voor soort het ook weer was. Nou, dit is dan de aansturing. De unit die ik hierop kan prikken. Feitelijk een versterker van een PWM, een Pulse Width Modulation signaal. En het DCC signaal is eigenlijk niets anders dan een PWM signaal. Die past daar zo ongeveer op. Dat was het idee. Ik had er ook een kabel voor. Ik heb 10 keer gedacht dat het kabelstuk was, maar het was dus de transistor. Nou, dit was dan een beetje het idee. Coolblock zat daarop. Nou, de coolblock zat eigenlijk op de achterkant, wat ik gewoon dom vind. Wat mij hier nu dus nog te doen staat, is ik moet die aansluitingen om gaan gooien. Oh, hier komt eigenlijk het papiertje volgens mij nog met wat voor transistor het is. Kijk, het is een NPM en ik had er een PNP op zitten. Dat werkt natuurlijk niet. Die doet precies het omgekeerde. Maar goed, daar dus kortsluiting gemaakt. Toen was het heel gauw klaar met dat ding. Ik heb hem heel even zien werken. Toen wist ik dat het een transistor was. En toen was het de Magic Smoke. En was het klaar ermee. Dus ja. Die kan nu in de klonk vuilnisbak.
Al die mooie geluidseffecten. Dat is de nieuwe. En die heeft een 8-pins aansluiting. Ik heb er 2. Ik heb geleerd van mijn fout. Ik ga niet nog een keer 1 bestellen. Ik blaas ze op. Nou, de heerlijke geur van verse elektronica. Als ik mijn schaar zou kunnen vinden. Ik weet dat hij eronder ligt. Bijna altijd ligt hij eronder. Kijk. De heerlijke geur van verse elektronica. Zo. Waar de ene dus een 5-pins aansluiting heeft, heeft deze een 8-pins aansluiting. En deze heeft wel 2 losse versterkmodules. En deze kan 43 watt aan, ampère aan. 43 ampère aan. Nou, ik geloof niet dat ik dat ooit ga halen. Daarmee kun je goed lassen, denk ik. 18 volt, 43 ampère. En ik wil toch, de voeding levert maar 6,7. Dus ik verwacht niet dat ik daar tegen limieten aan ga lopen. Het ombouwschema hiervoor. Eigenlijk is de aansluiting bijna hetzelfde als voor het oude schild. Er moeten een paar kabels omgezet worden. Dus dat gaat wel lukken. En daarvoor ga ik gewoon een kabel gebruiken. Die ik ook die uit een PC komt voor interne binnen je PC de audio. Dat ben ik nu niet aan het uitleggen, maar dat heb ik me achteraf bedacht. En wat ik ook ga doen is, ik stoot mijn hoofd een paar keer zo te zien. Oh nee, mijn hele werkbank verschoven hier. Dat is ook weer wat nieuws. Kijk, de aansluitschema. Bijna hetzelfde. De weerstanden zijn hetzelfde, de transistor is hetzelfde, de aansluitpinnen zijn hetzelfde, heb ik al bijgeschreven. Het moet alleen dat er kabels door verbonden worden. Nou, dat lukt wel. Terwijl dat dit mooi in beeld ligt, ga ik nog even zeggen dat ik ook hieronder nog, onder dit papiertje, een ESP8255 uit mijn hoofd heb liggen. Dat is een kleine microcomputercontroller met wifi. En die kleine controller die kan ik gebruiken om met de Arduino te communiceren. Waarbij ik de RS-232 communicatie gebruik. Dus de RX en de TX pinnen van de beide apparaten aan elkaar doorverbind. Dat doe ik ook met de 5 volt apparaten. 5 volt voeding en ground. En daarmee kan ik via wifi hiermee communiceren. Kijk, daar is hij. En hoef ik dat niet meer via USB te doen. Dus de kleine die krijgt voeding van de Arduino en de Arduino krijgt nu nog voeding van een USB plug, maar er zijn onderdelen onderweg zodat die gevoed kan worden via vanuit de 18 volt, zodat ik alleen maar de 18 volt nodig heb om de hele stellage voeding te geven. Dat is het plan. Dat ben ik hier aan het uitleggen. Ik denk hier nog dat ik ze ga stapelen. Inmiddels weet ik beter. Ik ga hem dus ook hier stoppen, want het volgende deel komt eraan waarbij er wat meer af is. Volgende shot. Ja. Ook dit had geen geluid. Heel leuk dat je er achteraf komt. Nou, schild zit erop. Kabel zit erop. Kabel zit vast. Voeding ligt aangesloten. Voeding zit vast aan de versterker, aan de H-bridge. De Arduino zit vast aan de... Ja, met dat schema. De Arduino zit vast aan de H-bridge met de HD audio connector uit een oude computer. Kabeltje erdoor verbonden. De Arduino wordt gevoed via USB. En de voeding zit in de 220. Je kunt denk ik net het lampje zien. Als ik hem dadelijk goed hou. Ja, daar zie je het lampje. Hij staat aan. Maar zoals je ziet, de voltmeter zegt 0 volt. En dat is goed, want de Arduino die staat nog uit. De Arduino staat nog op, ik weet niet of de Arduino überhaupt stroom heeft op dit moment. Maar die heeft zeer zeker nog geen signaal gekregen dat hij iets moet gaan doen. En ik weet dat mijn laptop in dit geval een end ver weg staat. De voltmeter staat op 200 volt wisselstroom. Zodat ik een PWM signaal kan meten. PWM of DCC lijkt op een... ontzettend lelijke wisselstroomgolf. Dus die voltmeter die snapt dat goed genoeg om daarvan te zeggen. Ja,
Zoveel volt staat erop. Ik geloof dat ik nu naar mijn laptop loop, die een stukje verderop staat. Om daar het signaal te geven dat die aan mag. Jawel, ik heb het via JMRI gezegd dat er stroom op de baan mag. En er zit stroom op de baan. Ik zie nu wel dat het zwarte draadje eigenlijk net buiten beeld loopt. Maar geloof me, daar zit ook de voltmeter op. Ik heb wel het koelblok omgedraaid. En wat me nu nog te doen staat is het wifi deel voor elkaar krijgen. Nou zie je hier het eindresultaat. Dit is het zelfgemaakte Arduino Shield. Deze bekabeling loopt naar de versterker. Dit is mijn voeding. Hier komen vier kabels uit. Twee gaan er hier naartoe. En twee liggen hier nog. Dit is dus de gewone 18 volt supply. Hier kan ik wisseldecoders mee besturen. Dat ze genoeg stroom hebben. Hier komt ook de transformator uit dat hier 5 volt op komt te staan op deze. Het gemoduleerde signaal komt hieruit. En dit gaat straks naar de treinbaan. Eentje gaat over de niet onderbroken spoorstaven. En de andere gaat naar de detectielussen die in elke keer naar de verschillende blokken gaan waar dus de spoorstaven wel onderbroken zijn. Deze hier zorgt voor de wifi-verbinding. Nou, een voltmeter, 0 volt, dat is goed. Ik heb hier de voeding, zo, dat zegt niks, boom. Normaal gesproken zou ik dit in mijn laptop steken en alles via USB aansluiten. Maar vandaag gaat hij ook hierin, zo. Dat betekent dat hier lampjes gaan branden. Deze start op. Dat is een beetje geluk, zegt hij nu. Ja, ik zie hem. Kijk, daar is de Wii-throttle en hier is JMRI Decoder Pro. Als ik hem nu aanzet, gaat hier het enabled signaal naar deze toe. Gaat het PWM signaal hier naartoe. Of het, een vrij zwak DCC signaal en deze versterkt hem. En hier komt dan 18 volt uit, als het goed is. En hij gaat inderdaad naar de 18 volt. Nou, dit zijn nu twee planken op elkaar. Hier ligt nog zo'n precies zo'nzelfde onder. Want ik denk dat ik wat meer ruimte nodig heb dan alleen dit. Hier moeten bij de... Hier komt dus het blokdetectiedeel. Komt hier nog op. En ik wilde kijken voor mijn wisseldecoders. Even kijken. Het zijn de Rosoft wisseldecoders. Deze hebben DCC signaal nodig. Dus die moet ik hier vanaf halen. En hebben een 18 volt of nou iets tussen de 12 en 24 volt nodig. Dus dat komt hier vandaan. En die zouden hier zo een heel aantal op een rij kunnen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk hebt gevonden. Ik geniet hier in ieder geval wel van om hiermee bezig te zijn. En laat een berichtje achter. Like, subscribe. Vertel het aan je moeder, aan je schoonmoeder dat dit kanaal er is. En tot de volgende keer.